11468 leerlingen zijn vandaag begonnen met de toets. 220 leerlingen van de eerste klas van het LBO worden ook in de gelegenheid gesteld de toets opnieuw te maken. Nieuw dit jaar is dat 19 de slechtzienden en blinden mogen meedoen aan de toets. Voor de slechtzienden en blinden is de toets in Brije opgesteld en de leerlingen kregen meer tijd. De kandidaten zijn getoetst in de vakken taal, hoofdrekenen en adrijkskunde. Joyce Cabelli, schoolleider van de Sint-Agnes-school, verwacht 100% geslaagden. Ze zegt dat de leerkrachten en de kandidaten zich goed hebben voorbereid op de toets. Vanaf de start van het schooljaar hebben de onderwijsgevenden geoefend met de leerlingen. Ze hebben een motivatiedag gehad met de kinderen, 10 minuten gesprekken met de ouders. Dus, um, oh ja, nog wat. Um, ze zijn in de middagen gebleven, dus ze hebben doorgetrokken. dus Na 1 uur hebben ze doorgetrokken tot 4 uur om extra te oefenen en ook op de zaterdagen. Wat voor boodschap heeft u voor uw studenten en de overige zesde klassers? Nou, ik zou zeggen, als je geslaagd bent, ga verder studeren sowieso. En probeer echt iets een, goed te worden in de maatschappij en zo hoog mogelijk te komen. De boodschap van schoolleider Cabelli aan de zesde klassers. Het ministerie van Onderwijs heeft onlangs bekendgemaakt dat er meer tijd gegeven zal worden aan de leerlingen voor de toets van het vak hoofdrekenen. Cabelli is daar zeer tevreden over. Ten aanzien van hoofdrekenen, dit jaar ze, krijgen ze 10 minuten extra tijd. Dus, uh, om, omdat het ministerie bezig is met een onderzoek. Omdat er kinderen zijn die uh, die sommen wel goed maken, maar. Ze hebben dan niet voldoende tijd. Dus uit onderzoek is gebleken dus dat ze bijvoorbeeld komen tot en met zo'n 15 of 16. Alles allemaal goed. En hadden ze wat extra tijd, dan zouden ze hoger scoren. Dus uh, vandaar dat het ministerie hiermee is gekomen. Joyce Cabeli, schoolhoofd van de Sint-Agnes-school. 39 leerlingen van de school doen mee aan de toets. Voor morgen staan op het programma de vakken redactie en geschiedenis. En vrijdag, de laatste toetsdag. Worden de leerlingen getoetst in algemene taalkennis en natuuronderwijs? 341 scholen doen mee aan de toets.